Laten wij nu Midden-Oosten bij de kop pakken. Want dat is natuurlijk superbelangrijk om het daarover te hebben. En daar gaat deze Big Five over. Wat moeten we nou in uw ogen in de kern... want we gaan straks ook in op Israël... maar even Midden-Oosten breed. In de kern begrijpen van het Midden-Oosten. Anno nu. Anno nu is het zo dat... als je het Midden-Oosten bekijkt en de kaart van het Midden-Oosten voor je ziet... met al die verschillende landen... dan geldt eigenlijk voor het ene na het andere land in het Midden-Oosten... dat het vol zit met problemen en onzekerheid en onveiligheid en instabiliteit. Voorbeeld Egypte, dat al lange tijd een soort van baken was... in het Midden-Oosten, meer dan 100 miljoen inwoners... altijd gezien als een leidende factor in het Midden-Oosten. Dat wordt nu door een van de vermaarde kenners... getypeerd als een gevallen reus. Mm-hmm. En zo kun je het eigenlijk helemaal langs de lijn van die verschillende landen afstrepen. Je kunt ook het vanuit een andere invalshoek benaderen. En dan denk ik zelf aan mijn eigen ministerschap. Ja. Dat was precies op het moment dat de zogeheten Arabische lente uitbarstte. Toen hadden we allerlei grote verwachtingen van democratisering... stabilisering ook van het hele Midden-Oosten. En daar is weinig van terechtgekomen, integendeel. Ja, en dat is interessant dat u dat zegt. Want eigenlijk ook bij de andere gasten kwam terug... dat wij, als het gaat om het Midden-Oosten... heel veel last hebben van wensdenken. En dat we toch dingen heel erg overschatten wat er gebeurt. Is dat ook wat u ziet gebeuren eigenlijk? Dat denk ik ook. Ja. Je moet daar inderdaad heel realistisch in zijn. En misschien komen we er nog op. Maar ik ben zelf erg betrokken als voorzitter van het comité Iran Vrij. Ja, zeker. Ja, bij Iran. Op. Ja, en als je kijkt naar de toenemende... offensieve strategie van een land als Iran... dat zich langzamerhand ontpopt tot een van de supermogendheden in de wereld... ja, dan is het zo dat dat land geen behoefte heeft op dit ogenblik... aan stabilisering, maar juist aan destabilisering van het Midden-Oosten. Heel interessante punten, want ik heb ook een Iran-deskundige... eerder deze week gehad, Maaike Warnaar, die zegt... wij overschatten ook die rol die Iran weer speelt. Dus daar gaan we daar straks over hebben. Ja, want er zijn altijd heel veel verschillende perspectieven... maar dat is ook goed in zo'n Big Five. Toch ook even een persoonlijke vraag. Wanneer bent u voor het laatst zelf in het Midden-Oosten geweest? Ik ben in het Midden-Oosten geweest vlak voor de COVID begon... Toen was het 2 jaar dus niks. En daarna ben ik ook niet meer geweest. Daarvoor ik ben er altijd frequent geweest. Niet dat ik er elke maand op en neer vloog, helemaal niet. Mm-hmm. Maar wel frequent en met een zekere regelmaat. En verder is het zo dat ik heel veel contacten heb, ook in een paar panels in Israël, waar dan mensen bij elkaar komen voor bepaalde channels. Politici, militairen, maar ook mensen uit andere landen. En en ik heb dan ook nog mijn eigen persoonlijke verbindingen met familie die ik daar heb zitten. Ook in deze tijd. Ja, en ik begrijp dat dat inderdaad 2 zussen zijn van u... die nog in Israël wonen. Die worden langzamerhand bekend, ja. Ja, maar dat lijkt me gewoon persoonlijk heel heftig... met alles wat er gebeurt. Zij zitten daar. Hoe is hun leven nu? Het is heftig. En met mijn oudste zusje, die woont in Ashkelon. Dat is op steenworp afstand van de grens van Gaza. Ja. Die hoort elke dag de bombardementen. Die krijgt continu alarm vanwege de raketten. En zij typeert de situatie in Israël eigenlijk... en ik vind dat een hele goede typering. Ik denk dat het voor alle Israëli's geldt... dat zij parallelle levens leiden. Het ene is gewoon, je moet gewoon door. Je moet naar de supermarkt... Ja. Enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant die schaduw van, en meer dan dat, van voortdurende dreiging, enzovoort. En het gevoel van onveiligheid. Dat zich sinds 7 oktober van de bevolking van Israël voor de eerste keer eigenlijk in hun leven heeft meester gemaakt. Ja, en mensen moeten ook schuilkelders in, hè? Dat is gewoon een ze moeten schuilkelders in. Wij kunnen ons daar niets bij voorstellen. Nee, ze moeten schuilkelders in. Of wanneer er geen schuilkelders zijn, in sommige gebouwen geldt het zelfs in Israël dat niet het geval is, dan weten ze dat ze naar een bepaalde plek in een flatgebouw moeten waar het beton wat steviger is dan op andere plekken.
Maar het betekent dus ook dat op dat punt, wanneer het om dat parallele leven gaat, het heel diep ingrijpt. Want ik herinner me nog dat een keer was er een barrage van raketten richting Ashkelon. En toen belde ik haar. En toen zei ze, ik moet onmiddellijk weg, want ik heb 30 seconden om naar die beschermde plek te gaan. Zo. Ja, dat kunnen we ons bijna. Ik probeer het me nu voor te stellen en ik kan het me niet voorstellen. Nee, en dat is voor mij ook heel moeilijk. Ja. En het geeft meteen aan de diepte van het probleem. Want die raketten, dat is al jaren het geval. En nu zeker. Hè, en op dit ogenblik, sinds 7 oktober, hebben we dus te maken met een situatie waarin zowel aan de noordgrens van Israël als aan die zuidgrens, waar die verschrikkelijke bloedbad heeft plaatsgehad, daar komen die raketten nog altijd volop neer. Vooral ook in de noordgrens, Hezbollah, met veel zwaardere raketten ook dan die van Hamas. En dat betekent dus ook dat het land nu, over veiligheid gesproken, zit met ongeveer 100.000 geëvacueerde displaced persons in het noorden en een veelvoud daarvan nog in het zuiden. Terwijl veiligheid altijd het cruciale punt is geweest, ook voor deze bevolking. Zeker. En als ik er nog een stevig punt aan toevoeg, dan is het zo dat waar we op dit ogenblik mee te maken hebben, is een land, een lid van de Verenigde Naties, dat eigenlijk van allerlei kanten, vaak op instigatie van Iran, fundamenteel bedreigd wordt. In zijn vecht voor zijn existentie. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.